keer beginnen. Hier is het nog maar, CDA. De heer Assink. Na een second opinion door de Omgevingsdienst Arnhem Nijmegen zijn er een aantal zaken opgelost. Of in ieder geval beter op papier gezet. Dat is gebeurd. Er zijn documenten toegevoegd aan het omvangrijke dossier. En hopelijk is dit de laatste stap om een modern bedrijf die zijn steentje en overige artikelen bijdraagt om op een efficiënte wijze materiaal die niet in het milieu thuis horen te scheiden en te ver- en bewerken. Een bedrijf die dit wil, kan en doet, zouden we moeten omarmen. Ook SMNA zou dit feitelijk moeten kunnen waarderen, want immers afvalstoffen, natuurlijk liefst zo min mogelijk, maar een kast, een diepvriezer of een fiets heeft nu eenmaal niet het eeuwige leven. Laten we Albers gunnen dat ze zo snel mogelijk verder kunnen aan de Zomerweg. Niet alleen voor het bedrijf, maar zeker voor alle inwoners van Aalten en haar leefmilieu. SMNA heeft op een aantal punten waardevolle aanpassingen voorgesteld en die worden gerealiseerd. Laten hun daar trots op zijn. Mij schoot vandaag nog een citaat binnen van Remco Kampert, die zei ooit: als je niet uitkijkt, blijf je je hele leven lang voorbereiden. Dat is toch iets wat we Albers en Zonen Transport BV niet toewensen. Akkoord met voorstel. Ik herinner me nog als de dag van gisteren, de raadsvergadering van december 2004. Wel goed verstaan, 2004, 19 jaar geleden, hebben wij dit structuurplan vastgesteld. Ik was er zelf bij. Ik was er niet voor, omdat ik vond dat de Hamelandroute wellicht beter was. Na die tijd heb ik gewoon gezegd, de meerderheid is voor, nu moet het ook gebeuren. Waar het om gaat is, voorzitter, dat een ondernemer, en de heer Assink zei dat terecht, een ondernemer hier in de gemeente Aalten zo ongelooflijk lang heeft moeten wachten op een realisering van iets wat we als samenleving gewoon hard nodig hebben. Dat is volstrekt terecht. Dus wij gaan, in één ding nog. En het heeft ons ontzettend veel, ook als gemeente, ontzettend veel geld gekost. Dat kan ik je wel vertellen. Al het heen en weer gedoe met die grond en alle kosten van dingen. Dus met elkaar ik hoop nu een goed einde. Maar met een toch wat bittere smaak ten aanzien van de kosten en de procedure. Dank je wel. Wij gaan akkoord. Dank u. VVD. Te veel. Er is alles gezegd. Aan de slag. Akkoord met het voorstel. Dank u wel. Nou, dan constateer ik dat alle partijen in kunnen stemmen met dit voorstel. Niemand gepasseerd. 21-0 aangenomen.